Wat we nu onschuldig vinden, ja, daar gold toen de doodstraf op. En toen is begin 19e eeuw. De Schiedammer Jillis Bruggeman is getrouwd, maar bedrijft ook de herenliefde. Alles moest stiekem, alles moest in achteraf. Niet zoals nu dat je zeg maar als mannen en mannen samen kan wonen, of vrouw met vrouw. Nee, dat was niet. Hij wordt verlinkt en op het oude stadhuis van Schiedam wordt het doodvonnis tegen hem uitgesproken. 9 maart 1803 is Jillis Bruggeman hier opgehangen, op deze plek exact. Vanwege het misdrijf sodomie is de executie extra gruwelijk. Ja, meer dan gruwelijk, want hij is opgehangen en nog gemarteld ook om aan zijn eind te komen. Want alleen ophangen was niet voldoende. Dus hij is ook nog bewerkt met stokken en zwepen. Dit noodlot valt Jillis Bruggeman als laatste in Nederland ten deel. Voor hem komt er een gedenksteen. Dit is een specifieke plek waar de gedenksteen maandag aanstaande onthuld zal worden, ja. En 10 meter zeg maar, van de originele plek waar Jillis terechtgesteld is. De bezetting van Napoleon brengt Franse wetgeving van liberté, égalité en fraternité naar Nederland. En na Jillis voltrekt zich geen executie meer vanwege homoseksualiteit. Maar daarmee is andersgeaardheid nog niet algemeen geaccepteerd. Nog steeds gebeurt het in landen in het Midden-Oosten. Maar laten we ook heel eerlijk zijn, als jij jongen of meisje bent van 15, 16 jaar en je zegt dat je homoseksueel bent, niet dat je ter dood veroordeeld wordt op de voetbalvereniging, maar je voelt je er niet heel erg plezierig. Als je op de middelbare school moet vertellen dat je homo of lesbisch bent, moet je toch wel heel sterk in je schoenen staan. Dus de vorm van discriminatie is anders geworden, maar het bestaat nog wel steeds, ja. Naast de gedenksteen komt er een penning, waarop de stukken staan van het proces tegen Jillis Bruggeman. Maar in zijn geval werd dat specifiek op papier gedaan en werd het in een zak verborgen, omdat het te erg is voor woorden wat die man allemaal niet had gedaan. Daar hebben we ook die penning van gemaakt. En deze penning gaat jaarlijks naar een strijder voor emancipatie. Zodat er ieder jaar weer opnieuw aandacht kan zijn en ook zeg maar, bij de homogemeenschap een bewustwording van, goh, zijn we bezig op de goede weg? Want de strijd is nog niet helemaal gestreden.